Mirjam! Dat is ook toevallig. Wat leuk dat ik je tegenkom. Bij de Kansas. Ja. Dus, staat er weer iets te gebeuren? Ja, het is vandaag echt najaar weer. Hè? En in het najaar dan gaan we toch weer 3 keer het cultuurcafé organiseren. Namens Cultureel Hart. We hebben uit alle gemeentes iemand gevonden die als ambassadeur van hun gemeente laat zien wat er op cultureel gebied gebeurt, wat de culturele pareltjes zijn natuurlijk, waar we straks met z'n allen, alle andere mensen van mogen meegenieten. En zij hebben zelf ook mensen aangeroepen om mee te doen, om een presentatie te geven over de leuke dingen die er in de andere gemeentes gebeuren. Want Mirjam, Cultuurcafé Kuik, het bestaat al heel lang, hè? Ja, we hebben dit jaar de 9e editie. En de eerste ronde in oktober is 29 oktober van 4 tot 6 uur in dit café. Dus schrijf het in de agenda, zou ik zeggen. En deze ronde hebben ambassadeurs dus een voorschotje genomen en die gaan ons vertellen over wat er aan culturele aangelegenheden in hun dorp gebeurt. En dat is heel breed, hè? Dat kan zijn van de gilde tot de carnaval, tot samenwerking, hoe je elkaar vindt om voor de burgerij iets moois neer te zetten. Cultuurcafé Kuik, gaat het dan alleen over Kuik of gaat het ook over de gemeentes hier om ons heen? Nou, dit jaar sowieso natuurlijk. Hè. Ik bedoel, de herindeling die zit er aan te komen. En wij hadden zoiets, nou laten we gewoon op die actualiteit inspringen. En we hebben gewoon alle gemeentes gevraagd om een uur te vullen op ons programma, zowel in oktober, november als december. En dus ook mensen uit andere gemeentes zijn van harte welkom om hier ook te komen, ook al heet het dan Cultuurcafé Kuik. Mirjam, nog even voor de duidelijkheid, want normaal gesproken is het de laatste vrijdag van de maand. Maar hoe is het nu en wat zijn de tijden? We beginnen op 29 oktober van 4 tot 6. In de maand november ook weer, de laatste vrijdag. Dat is de 26e november. En voor de maand december hebben we deze keer een uitzondering gemaakt. Want de 31e is een vrijdag. Maar ja, dan heeft iedereen wel andere dingen te doen. Dus we hebben een uitzondering gemaakt en gaan naar 30 december van 4 tot 6. En iedereen is van harte welkom. En dat wordt natuurlijk de apotheose van alle 3 de rondes. Met verrassende sprekers natuurlijk. En verrassende muziek. Maar kom maar kijken, zou ik zeggen. En heerlijke oliebollen. Absoluut. Ik denk dat Marleen daar wel goed voor is. Oh-oh, of nemen we nou, zijn we nou brutaal? Nee hoor, helemaal niet. Wij gaan voor de oliebollen. Zullen we vast naar binnen gaan en ons plekje vast reserveren? We kunnen het proberen.